Welkom bij deze Let's Play over de game die wij ontwikkeld voor GDB4. Het doel van het spel is nog steeds om een puzzel op te lossen, waarbij de eerste correct lijkende oplossing bijna altijd misgaat om een of andere reden. In dit eerste level gaat alles nog prima, maar in de volgende levels zul je zien dat de eerste oplossing niet altijd wordt geaccepteerd. Het doel van deze week was gebruik maken van de behoefte van competentie voor in ons spel. Dit hebben we gedaan door het spel makkelijk te beginnen als normale puzzel, maar naarmate de levels verder gaan is de standaard oplossing niet meer correct en moet je tips volgen of dingen opzoeken om de puzzel alsnog geaccepteerd te krijgen. Hieruit zien we zo'n tip. Deze tip is nog vrij makkelijk omdat het eerste level is. En langzaam bouwen we de moeilijkheid en de competentie op door de verschillende tips moeilijker te maken, zodat het uiteindelijk steeds moeilijker wordt om de puzzel correct op te lossen. Dus hier lossen we de puzzel op door de tip te volgen. En dat doen. Dan komen we bij het volgende level. De moeilijkheid van de puzzel zelf gaat ook omhoog. Maar je zult ook zien dat hier weer iets fout gaat de eerste keer dat je hem oplost. De tips zijn deels gebaseerd op het idee van computer in elkaar zetten en de informatie die je daarvoor vindt als iets fout gaat. En hoe je deze informatie moet interpreteren. Dit is ook waar onze game is op gebaseerd en daarom hebben we geprobeerd dit thema een beetje te vervolgen. Dus hier zie je de tip voor de tweede puzzel. Een stuk uitgebreider en lijkt een beetje op het bericht dat een user zou plaatsen op het internet als hij een bepaald computerprobleem heeft. Dus nu gaan we de puzzel weer opnieuw oplossen en gaan we kijken hoe we de tip van de user kunnen gebruiken om de puzzel daadwerkelijk op te lossen. Dus laten we even alles goed zetten. Dat daar. Een beetje kijken met die asfalttegels. En dan zo zou je de standaard oplossing hebben. Maar nu volgen we de tip. Het eerste deel van de tip zegt ons dat dat daar moet. En het tweede deel van de tip zegt dat dat daar moet. En daarmee komt het derde deel ook op de goede plek en hebben we de puzzel opgelost.